stad aan gaan passen op het veranderende klimaat? Dus meer regen, meer hitte, meer droogte. En hoe pas je de stad zo aan dat het nog steeds een fijne plek blijft om te leven en te verblijven? En dit is onze dakmakker die we sinds een jaar of 5, 6 beheerden. En waar die heel veel kijkers trekt. Heel veel mensen komen langs. Kennismaken met een nieuw initiatief, speciaal ook voor het Global Center, het Delta-programma iedereen die de stad een warm hart toedraagt, Aqueduct 010. Dit is een initiatief, dit is ondersteund, ook financieel mogelijk gemaakt door Water Sensitive Rotterdam, gesteund overigens ook heel veel mensen uit Rotterdam Noord. En het gaat in op een actualiteit die jullie zeker op deze plek niet onbekend zal zijn, namelijk de Hofpleinlijn staat in de verkoop. Je kunt heel erg de technische kant op, maar je kunt eigenlijk ook kijken van hele simpele manieren waarop de natuur ons kan helpen om het waterprobleem aan te pakken. Nou, ik ben dus ecoloog, dus ik ga automatisch natuurlijk kijken van de kleur is groen, maar hoe groen is het nou eigenlijk? En op die manier wil ik dus ook eens even kijken naar die klimaatadaptatie. Want je kan van alles doen. Ik kan het heel technisch aanpakken, zoals hier. Je ziet een damwand. Maar met een beetje creativiteit valt dat nog wel te vergroenen. En dat is ontstaan dat er een aantal stadsecologen in Nederland bij elkaar kwamen. Van jongens, wij zien tuinen enorm verstenen. En daar allerlei gevolgen. Die we daar hebben. Dat hoef ik jullie niet te verklaren. Hè. Biodiversiteit, watertoestand en de stadshitte en dat soort dingen. Van. Dus hoe gaan we het verschil maken? Want ik zal nog even wat zeggen over de ambitie van dat centrum. Nou, mocht het niet duidelijk zijn na het verhaal van Johan. Dat het klimaat aan het veranderen is. Nog een paar voorbeelden. Want het is niet zo dat het klimaat gaat veranderen en dat we daarop moeten gaan anticiperen. Het is al lang bezig. Het klimaat is echt al, en vooral op het gebied van neerslag, is dat echt al gaande. Dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Dus toen zijn we dat verder gaan ontwikkelen. En inmiddels zijn we cultureel erfgoed van Rotterdam. Mensen bij elkaar, heel veel uren insteken. Maar wat de jury beseft heeft, dat is al die vrijwillige hulp moet wel geleid worden. Er moet wel deskundigheid zijn, er moeten voorzieningen zijn, er moet hard gewerkt worden, een logistiek plan. En dat hebben twee organisaties gedaan. Dat is de vogelopvang uit Hoek van Holland en de vogelpas Karelschot. En tegen die twee is Pieter deze prachtige steek. Lieve deelnemers, wat fijn dat jullie er zijn. Ik zeg dat tegen jullie uit barre armoede, want als ik dat niet zeg, dan zegt niemand het. Want ja, het grote waterschapsdebat. Ik zeg het maar zoals het is, niemand houdt van jullie. Is ook gewoon een goed plan van aanpak maken. Hoe pak je het aan? Wie betrek je erbij? Wat is de volgorde? Welke organisaties? Welke buurten begin je? Maak een planning. Gewoon echt aanpakken. Daar gaan we beginnen en daar gaan we, zijn we klaar. Want als wij als gemeente gaan zeggen van dit idee prikken we in elke wijk in, dan werkt het niet. Dan komen de bewoners in opstand. Dus we moeten met de Rotterdammers in gesprek. Niet alleen
om hun in actie te laten komen, maar juist om met hen de plannen te maken. En we hebben een heel bijzonder college van allerlei kleuren, een beetje in het midden van de politiek in Rotterdam. En waar dit college elkaar echt in gevonden heeft, van links en rechts mag ik zeggen, dat is dat het voor Rotterdam echt moet om te verduurzamen. Neem de lead, toon smoel, laat weten dat je er bent. Wat vindt u daarvan? VVD? Hartstikke eens, maar dat doen we ook al. Maar het andere punt is de communicatie naar de burger toe. En daar zie ik wel een rol met de moderne media die er zijn. En laten we vooral de jeugd meenemen. Daar doen we het uiteindelijk voor. Niet meer voor onszelf, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar we moeten het echt voor onze kinderen, misschien nog wel meer voor onze kleinkinderen. Want zitten die dadelijk met de gebakken peren. Dus echt een graag schepje er bovenop. Andere partijen op, ik heb ze net al genoemd. En boven alles, toon lef. Heb lef. Maar als ik dit vanavond zo mag horen, dan denk ik dat er een hele groene coalitie er nog uit moet komen lopen. Want duurzaamheid, dat ligt in ieder geval bij iedereen hoog op het lijstje.